De ganzen komen alweer. We hebben ze gisteren een beetje brood gevoerd. En dat weten ze, hè? Ja. Nou, wij gaan vandaag terug. Zoals ik al zei. In de vorige video. We gaan niet door die sluis daar. Wat eerst wel de bedoeling was. Richting Delft. Maar we gaan weer terug die kant op. En dan gaan we bij Leiden. Dan gaan we stuurboord uit. Richting Alphen aan de Rijn. Dus, dat had ik ook al gezegd in de vorige video, geloof ik. Hè? En dit is een hartstikke mooie dag. Windkracht 1, straks windkracht 2. Prachtig weer. Hebben we toch een paar dagen mooi uitje gehad op die molen. Hè? Mooie molen vond ik dat. En aan de andere kant de kerk. De sluis. Prachtig plekje hier. Weer zo'n mooi molentje. Op de heenweg had ik dit ook al laten zien, maar toen was het niet zo mooi weer als vandaag. We liggen op een plek voor één nacht, denk ik. Ja, het is hetzelfde plekje waar we laatst lagen. In Leiden. Of Leidendorp is het volgens mij. Deze kant van het water. We zouden naar Alphen aan de Rijn, maar Geert zei al, we kunnen hier ook wel een nachtje overnachten. Ja toch? En dan kijken we morgen wel weer verder. Ik kreeg net een mail van Power Queen, hè, van die accu's waar ik de review van heb gemaakt. Dat er een aankoop is gedaan via de link van ons. Dus ja, hartstikke mooi. In ieder geval iemand blij gemaakt, denk ik, met de video. We waren even op weg naar de Gamma, of naar Praxis. Even kijken voor een extra jerrycan, 10 liter. Ik kom hier langs een watersportzaak. Sales Special, Thijssen Watersport. Heel veel op zeilgebied. Maar natuurlijk ook wel gewoon venders en lijnen en zo, dat soort dingen voor. Gewoon voor motorboten ook wel van alles. Ja, dat is wel weer handig. Had ik niet verwacht hier. In Leiden. Het is een beetje groot, hè? Koekas. Koekas. Een koelbox. Elektrische koelbox. Ja. Een zeilbootje. Hebben we ook wel zitten, denk ik. Zoiets. Is dat iets lager? Voor, in plaats van de koekas of in plaats van de vriezen. He, dan heb je weer iets meer ruimte aan boord. Maar ja. Niet zo heel veel in. Nee. Niet zoveel in de koelkast die we nou hebben. Torquido. Ja. Marineer. Ja. Rubberboot. Maar ik zie nog geen jerrycans. Ja. Ik denk dat we toch naar de Praxis moeten. En we moeten nog een keer een klaxon hebben. We hebben wel een blaasklaxon. Zo'n ding hebben. Maar ik wil nog een keer een scheepshoorn. Niet zo meer wat jij hebt, Erik. Zo'n trein gewoon, ja, is ook wel mooi. Maar voor een panzerboot is dat een beetje te gek, denk ik. Maar gewoon eentje die gewoon normaal geluid geeft, zeg maar. Oh, hier heb je ook iets. Oh nee, dat is ook een gasflesje. En dan kan ik dat ding zo onder de zonnepaneel bevestigen. Dat zie je hem ook niet. Maar ik ben er nog niet ingekomen hier. Oh ja. Reddingsvest. Ze zeggen ook wel zwemvest, maar dat is natuurlijk geen zwemvest, hè? Dit is een reddingsvest. Dit zijn zwemvesten. Nee, geen jerrycans. Toch maar even naar de Praxis dus. Ja. Wel mooie handvaten voor op de deur. Kijk eens. Het hoort echt bij zo'n winkel, hè? En de raampjes, patrijspoortjes. Oh ja, kleedkamers ook. Ja. Maar we hebben wel een scheepshoorn. Zie je dat? En ja, ik dacht er moet een grote toeter aan zitten, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dit is ook prima. Ze heeft net even gedemonstreerd. En dat is een redelijk geluid. Hard genoeg, maar niet te hard. Bij de Praxis hadden ze geen 10 liter jerrycan.
Bij de Welkoop, dat zie je aan de overkant, ook niet. Maar ook maar aan deze kant, dit is de babydump. Dus we zijn, ja, eventjes kijken. En moet je zien. Mooi, hè? Kampeertentje. Voor baby's. Prachtig. Hier nog een beetje met een klamboer erop. Om buiten neer te zetten, denk ik. Nou ja, binnen ook natuurlijk, hè, als er muggen zijn. Oh, hier. Stoeltjes voor voor op de fiets, met een schermpje erbij. Dat is voor meeste nacht op de fiets. Oh ja, dat is voor iets grotere kinderen. Dat hoort niet bij babydump, toch? Dat is geen baby, dit is geen babyspul, vind ik. Allerlei bedjes. Grote winkel. En dan heb je ook nog een bovenverdieping hier. Wauw. Als je toch een portemonnee met geld hebt. En een vrachtauto. Dat wist ik het wel. Bij de Praxis hadden ze hem niet. Bij de Welkoop hadden ze hem niet. En dan fiets je even naar de Gamma. En jawel, daar zit er eentje. Nou nog even vullen met water. Er is net een sloepje voorbij gekomen. Met dat soort dingen. Dan liggen hier te schudden. Ze hebben allemaal haast. Onvoorstelbaar. Dan denk je, nou, we gaan lekker even een dagje varen weer. Dan ga je gewoon lekker rustig varen. Nee, allemaal. Maar volgens niet helemaal, maar toch 80% denk ik. Maar goed, we zijn weer terug. We hebben een extra jerrycan. Dus we hebben weer 20 liter water erbij. Daar hebben we ook nog 10 liter. Dus hebben we 30 liter. Het is één van de twee. Of we gaan een jachthaven in en dan betaal je 20 euro of meer. Of eventjes een jerrycan halen voor 15 euro. En dan even water. Dus overal heb je van die watertappunten. In parken en zo. Dus hebben we er net ook eentje gevonden. Ideaal. Gratis water. Drinkwater. Lekker vers. En zien we morgen wel weer verder. Nou, zal ik even kijken of ik de klaxon kan laten horen. Maak me gewoon een beetje lawaai, hè. Ik zie of ik de plus en de min goed heb bekijkt. Brug open! De bedoeling was voor mij om ze hier op te zetten. Op deze burger. Zie dat? Komt geluid mooi zo onder de zonnepanelen weg. Toen dacht ik, hier zitten twee gaatjes. Zullen we een beetje overeen komen? En ja, je snapt het wel, ik heb het net al even geprobeerd. Moet eens kijken. Zie je dat? Het komt precies overeen. Dus ik hoef niet te boren. Misschien moet ik iets opboren. Maar ik denk het niet. Dus ik denk dat het zo wel wil. Twee boutjes erin. Zo, draait je er even bij onder. Zo. Nou, valt bijna niet op. Ja toch, ach, maakt ook niet uit. Staat niet verkeerd toch? Kijk, en deze die zit vast met deze klem hier zo. Dus die blijft mooi op zijn plek. Nou, nog eventjes de bedrading aansluiten. En zien dat ik een schakelaartje krijg. Je moet natuurlijk wel de aan- en uit kunnen zetten.
Het is donderdagochtend. Ik heb de fiets van boord gehaald, zoals je hebt gezien. En kijk eens, er komt een vrachtschip er langs. Vaart mooi langzaam. Is dat, hè? Met zo'n groot schip. Die smalle vaartjes hier. Dat is ook een hele kunst. Terneuzen. Dat is ook toevallig. Komt deze boot weg. Die zijn allemaal in Terneuzen gebouwd, heb ik gehoord. Ja, ja. We hebben net even gezien op Google Maps dat hier een wasseret is. Dus we kunnen hier even de was gaan doen straks. En dan moet ik even een schakelaartje halen nog voor de klakson. Tot zo, dankjewel. Ja. Zo. Schakelaartje gekocht. En wat extra zekeringetjes voor de omvormer. Nou, ik dacht dat zijn wel dure schakelaartjes, maar dat viel mee. 9 euro zoveel samen, dus voor nog geen tientje. Ruim hier, hè? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ach, wacht. Goedemorgen. Ik ga even drogen. Ja, de service hier, zeg. De eigenaar die is hierbij, maar er is ook een stomerij bij. En die zit daar rechts in de hoek. En die komt er dan even bij. En die legt precies even uit hoe je het allemaal moet doen met de wasmachine. Want dat is ook weer nieuw natuurlijk. Nou, hij zegt, ja, dat is beter dat ik het even uitleg. Hij zegt, van sommige mensen doen poeder in een bakje waar eigenlijk vloeibaar zeep in moet. Ja, dan heeft hij natuurlijk een probleem mee. Vandaar dat hij er even bij komt. Even uitlegt. Mooi, hè? Ja, dat vind ik wel netjes. De normale wasmachines kost 5 euro. En de grote wasmachine, dat is de dubbele, kost de dubbele. Dat is logisch, hè? En het drogen kost 1 euro voor 7 minuutjes. Dus dit is dus nog goedkoper dan in Purmerend. Dus je, had ik gehoord, 2 keer 1 euro erin doet. Dus dan ben je in totaal 7 euro kwijt. Voor een normale wasmachine met een droger. We hebben de was weer droog. Dus dan kan ik zo even weer verder met mijn klakson. Ik zat te denken, als ik moet klaksoneren, dan moet je niet zo een end moeten reiken, hè, ervoor. Dus ik denk, als ik hem nou hier zo doe. Onder de stoel, zeg maar, hè. Hier zit ik, en dat ik hem hier doe, daar lijkt me dat een mooi plekje. Ja toch? Kijk er fatsoenlijk bij. Hij zit. Nou, nog even een snoertje er langs heen. Zo. De laatste draadjes met elkaar verbonden. Nou, eens even kijken of de klakson het doet. Ja. Mensen schrikken zich gelijk wezenloos op de water. Hij doet het. De bovenende is nog steeds lek. Stikkertje is eraf. Ik had hier een stikkertje opgeplakt. Hij heeft een paar weken, of een paar dagen eigenlijk, dat ik het controleerde dat hij wel goed deed. En op een gegeven moment was het weer gebeurd. Dus ik ga hem eerst even oppompen. Dan kan ik even zien waar het gaatje precies zit. En dan ga ik hem eens even lijnen van binnenuit, zeg maar. Gewoon erin spuiten en dan het ding op de kop leggen dat de lijm hier uit had.
Daar zit hij. Zo, de hele tube zit erin. Nou, dan hoop ik dat ik het goed heb gedaan. Dat het daar op die plek blijft lekken. Of erheen loopt, zeg maar weer. Dat het daarheen loopt, zodat het goed dicht gaat zitten. Op hoop van zich. Het is bijna bedtijd voor ons. En dan keek ik nog even naar buiten en nu zie ik daar een blauw zwaailicht. Ik denk, ik kan het niet zo heel goed zien. Maar ik heb dat Sony cameraatje nog, deze. En die heeft een hele mooie zoom. Dus heb ik die even gepakt, even aangezet. En even inzoomen. Ik even kijken wat ze doen. Je ziet wel dat die boot aan rechts, die voert die kant op net. Die ligt nou aan de rechterkant, afgemeerd. Maar die mogen waarschijnlijk niet verder. Die mogen niet onder de brug door. Ik weet niet of... Normaal is volgens mij de brug nog open op dit tijdstip. He, dat die wel bediend wordt. Maar nu is twee rode lampjes. Dus het is nou gesloten. Maar ik kan niet goed zien wat de politie doet daar. Ze zijn er wat aan het zoeken volgens mij. Misschien is er wat in het water gegooid of zo, dat ze daarna zoeken. Ik weet het niet. Ik hoop wel dat het morgen... groen licht is, want daar moeten wij onderdoor morgen vroeg. Het is vrijdag en we varen weer. Het is prachtig mooi weer, zonnetje schijnt. Ik denk dat deze ook wel open kan. Nou, dat was voor de tweede keer Leiden. Dan gaan we nu naar Alphen aan de Rijn. Het is er twee rood. Die brug staat nog steeds op dubbel rood. Maar ik zie de politie niet meer. Dus ik heb ook niet gehoord wat er nou aan de hand was gisteravond. Enkel rode lampjes. Dus er is brugbediening. Maar is er ook niks meer aan de hand. Lijms aquaduct. Volgens mij. Koop een zeilschootje. Ons bootje is bijna klaar. Zie dat? Het moet nog even geschilderd worden en dan kunnen we ophalen. Oh nee, het is deze. Zo jongen, je hebt mooie schepen gebouwd. Bij Mulder. We liggen mooi tussen twee schepen in. Zie je dat? Lord Wanhoop en Algera, of nee, Allegria, zoiets. Nou, mooi plekje. Hè? Netjes verzorgd. Daar een vuilnisbakje. Wat bankjes om te zitten in de schaduw. En het is niet heel rustig hier. Er komt net een vrachtschip langs. Die moest een beetje gas bijgeven om de bocht te halen daar. Ja, dan krijg je dan, hè. Nou, wel mooi uitzicht, toch? Eens even kijken hoe het hier is. Alphen aan de Rijn. We gaan even boodschapjes doen. En kijk eens, op 5 minuutjes fietsen van de haven, of van de plek waar we liggen, heb je een winkelcentrum met allerlei winkels. De Jumbo zie ik daar, en de Albert Heijn, de Blokker. Straatmuzikant. Kijk, weer een mooie grote kerk. Dat wouden we even bekijken, maar er is net een bruiloft, dus dat gaat niet door.
Ik weet nog niet wanneer we hier weer weggaan. Zondag is de brug gesloten hier zo ver, hè, waar we naar door moeten richting Gouda. Daar is namelijk een... ik weet niet precies hoe laat het is. Ik zag iets van 12:30 en later zag ik nog weer iets van 9:00. En dan, ja, brugbediening begint pas om 9:00, geloof ik. Ik weet het niet. Dus we moeten even afwachten hoe dat nou precies zit. Maar er is namelijk hier een evenement en dat is Swim to Fight Cancer. Daar gaan ze met, ik weet niet hoeveel mensen, gaan ze het water in, een stukje zwemmen om geld in te zamelen tegen kanker. Goed doel natuurlijk, hè. En ja, als we er dan nog zijn, wat ik wel denk, dan probeer ik daar wat van te filmen. Maar dat zie je dan in de volgende video. Dus bedankt voor het kijken naar deze. En tot de volgende. Hermann Vea, met Yuki aan hun zij. Zal hun avontuur nooit eindigen, zo vrij. Met liefde en vreugde, als een trouwe metgezel, blijven ze zwerven tot aan het einde van het spel.